Wij zijn Ariane Hotel, een familiaal gerund hotel in het plezantste hoekje van het land, in de Westhoek, meer bepaald in Ieper. We hebben 62 gastenkamers. Naast het hotel hebben we ook een goed draaiend restaurant. Dat is een beetje het hart van de zaak. We hebben ruim 60 samenwerkers in Ariane Hotel. De kleine helft daarvan zijn vast in dienst. En dan hebben we nog een 15-tal flexijobbers en 15 jobstudenten in dienst. Vroeger was heel de organisatie van de personeelsplanning in één woord eigenlijk chaotisch. Beschikbaarheden werden opgevraagd per mail, moest dan verwerkt worden in een Excel. Daar gebeuren automatisch altijd wel ergens foutjes in. Maar vooral ook een wijziging, niet te vermijden in de horeca nu en dan, een Dimona-aangifte wijziging, moest dan vroeger manueel gebeuren. Dat was eigenlijk één constante koppijn. En toen we tijdens een sociale inspectie in 2019 betrapt werden op een foutje in een Dimona-aangifte, hebben we diezelfde week nog naar een oplossing gezocht en terechtgekomen bij Strobo. Voor ons is het grote voordeel van Strobo orde, overzicht en wettelijk in orde zijn. Dat vind ik heel belangrijk, dat je daaroverheen zorgen meer moet maken. Dat alles, dat je weet, iemand die vroeger stopt of wat later werkt, het is allemaal netjes geregeld en geautomatiseerd. Vroeger was ik zeker minstens 2 dagen per week bezig met de planning. En nu plan ik in diezelfde 2 dagen een volledige maand. En dan moet ik enkel nog elke week een paar uur werken om alles een beetje bij te sturen en te finaliseren. Maar dat scheelt fenomenaal veel in tijd. De stap om naar Strobo over te stappen was eigenlijk heel klein. We zijn met bepaalde applicaties begonnen binnen de tool en zo gaandeweg gegroeid tot waar dat we nu staan. Maar het was altijd heel overzichtelijk en ook heel geleidelijk, wat dat het heel gebruiksvriendelijk maakt. Als ik Strobo in één woord zou moeten omschrijven, dan is het onmisbaar. Ik kan mij niet meer inbeelden dat ik mijn planning zou moeten doen zonder de tool.